Nationale rouwdag na bootongeluk op het Namenrivier. Strengere controle van vaartuigen. En honderdduizenden vrouwen protesteren met menselijke muur van ruim 600 kilometer. Goedenavond dames en heren, het journaal op donderdag 3 januari. Vandaag is door de president afgekondigd als Nationale Dag van Rouw. Dit naar aanleiding van het bootongeluk waarbij er meer dan 10 inzittenden het leven hebben verloren op de Koppenamerivier. De samenleving werd eerder vandaag in de gelegenheid gesteld het condoliansregister te tekenen op het districtscommissariaat van Sipaliwini. Ook de Raad van Ministers hebben gehoor hieraan gegeven en het condoliansregister getekend. Ludwig Mettendaf, DC van Sipaliwini, geeft aan dat er naast het tekenen van het register later op de avond ook een rouwdienst wordt gehouden in de Mimrebuku-kazerne. Aanstaande zaterdag vindt de uitvaartdienst van een deel van de overledenen plaats in Saramaka. De begrafenis van de andere slachtoffers vindt op maandag plaats. Het is verboden om tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's morgens te varen op de rivier. Hoewel dit verbod bekend is, varen de meeste mensen toch tussen deze twee tijdstippen. Na het ongeluk op 28 december 2018 is er besloten om streng op te treden tegen overtreders. De DC van Sipaliwini, Ludwig Mettendaf, geeft aan dat er in dit geval samen met de politie en het leger gewerkt zal worden om een oog in het zeil te houden. Wat is dat er van 6 uur middags tot 6 uur morgens niet gevaren mag worden? En dus we gaan dan verplicht zijn die wet in werking te laten treden met die verstande dat niemand in de nachtelijke uren zal gaan of zal varen. We gaan er strenger op toezien, gekoppelen met het Nationale Leger, koppelen met de MAS en met de politie om een oog in het zeil te houden dat die wet niet overtreden wordt. Een andere maatregel die getroffen is, is het verplichten van passagiers om zwemvesten aan te trekken. Deze maatregelen worden getroffen na het bootongeluk waarbij er meer dan 10 personen het leven hebben verloren. Vandaag is door de president uitgeroepen tot Nationale Dag van Rouw. De samenleving werd vandaag in de gelegenheid gesteld om het condoliansregister te tekenen bij het districtscommissariaat van Sipaliwini. Er zal tevens een rouwdienst worden gehouden in de Mimirebuku-kazerne. Tot zover mij bekend hebben de families besloten om zaterdag aanstaande de Grand Cru te begraven. En dus voor de 8 lijken de Grand Cru zaterdag en maandag voor de 3 van die worden begraven op de begraafplaats van Welgedag A. Tot zover DC Ludwig Mettendaf. Een vrouwspersoon is vanmorgen door een misdrijf om het leven gekomen. De politie van het station Nieuwe Grond werd vanmorgen ingeschakeld omdat er zich een ontzield lichaam zou bevinden in een woning aan de Denkvrijweg, te Welgedachtzee. Ter plaatse aangekomen trof de politie het lichaam van de 43-jarige GJ aan. Het vermoeden bestond al dat zij om het leven zou zijn gebracht en dat het motief moest worden gezocht in de relationele sfeer. De vrouw was met haar levenspartner op vakantie in Suriname en het paar zou vanmiddag weer vertrekken naar Nederland. Intussen heeft haar partner bij de politie een volmondige bekentenis afgelegd. De 53-jarige verdachte heeft aangegeven na een ruzie tussen hem en zijn partner haar in een wurggreep te hebben gehouden die haar het leven heeft gekost. Hij is door de politie in verzekering gesteld. Na 4 jaar is het de Dockson Club Suriname eindelijk gelukt om gisteren te mogen exporteren naar Trinidad en Tobago. Eerdere aanvragen werden door de autoriteiten op het eiland afgekeurd of werd er gedeeltelijk toestemming gegeven om te mogen exporteren. Het enige dat er nu volgens Gerard van den Berg, directeur van de Dockson Club, komt bijkijken, is dat er bij elke nieuwe export een aanvraag moet worden ingediend. Uiteindelijk, gisteren is de eerste container vertrokken met 10 ton eendenvlees. Dat heeft heel lang geduurd, zoals een ieder weet. Maar uiteindelijk is de kogel door de kerk. En die container moet over 2 dagen aankomen, 3 dagen in Trinidad.
Nou, het is bij vleesproducten zo dat je bij elke export moet je een nieuwe toestemming aanvragen. Maar de vergunning die we hebben moet permanent zijn. Dus elke keer opnieuw aanvragen en die moet worden afgegeven. Ondanks het feit dat de club een beschikking had over een CARICOM-certificaat, is zij door een moeilijke periode gegaan omdat vele CARICOM-landen de regels verkeerd interpreteren. Gerard van den Berg gaat verder in op de reden waarom Trinidad en Tobago een belangrijke markt is voor zijn bedrijf. Wij verwachten toch wel een container in de week. Trinidad is best wel een land waar veel Hindoestanen eten die de doks eten. In Trinidad heeft men geen doks, maar een mule eend. Dus een mengel van Peking en de doksa. En wij hebben wel die 100% doksa. Dus er is best wel vraag naar. En ik hoop zeker een container in de maand te kunnen doen. Op dit moment hebben wij Peking eend verzonden. Wij hebben de doksa, mannetje, vrouwtje gedaan. Wij hebben ook heel veel filet verzonden. En we hebben ook panklaar curry duck hebben we gemaakt, zowel filet als met bot. Dus dat was pre-cooked in pakjes van 500 gram. Nu bestaan er bij de Dokson Club Suriname plannen om naar alle Caribische landen hun producten te exporteren. Momenteel zijn er meerdere aanvragen vanuit Barbados en Jamaica, maar Van den Berg gaf aan dat Barbados als eerst zal worden aangedaan. Het meest zal er gefocust worden op doksfilet voor de horecasector op dit eiland. En ondervoorzitter van DNA Melvin Bova pleit ervoor dat nog meer jongeren in aanmerking kunnen komen voor een woning of een perceel. De regering is al 2 jaar bezig met het verstrekken van grond aan werkende en studerende jongeren. Dit heeft erin geresulteerd dat 40 studenten te Waterland in aanmerking zijn gekomen voor een woning en een perceel met financiering van de Surinaamse Postspaarbank. Volgens BOVA zouden er nog meer werkende studenten in de gelegenheid gesteld moeten worden om gebruik te maken van deze voorzieningen. Woningen die overigens zijn ontwikkeld om op een redelijk goedkope manier, voordelige manier, want niets is goedkoop, maar voordelige manier, een kleine doffer te kunnen opzetten, een kleine woning te kunnen opzetten. Dat is 1. 2. Ik ben ontzettend blij met het signaal van de president in Sarajevo, die in elk geval dit signaal van mij en van anderen heeft opgepakt. De studenten en overige jongeren binnen het bestuur, binnen kennelijk ook de partij en overige hoeken, om die druk op te voeren om nog meer grond en nog meer perceel en nog meer woningen, zoals die al is geweest de afgelopen jaren, maar nog meer vrij te stellen, zodat deze groep verder aanmerking kan komen. Het moet volgens BOVA mogelijk zijn dat studenten zich via hun opleidingsinstituut kunnen registreren. De organisaties die met de woningbouw bezig zijn, zouden in 1 keer een grote groep studenten willen helpen aan een woning. Voor nu zijn er enkele organisaties waarmee het project is opgestart. De Vereniging van Minder Draagkrachtige Studenten. Die heeft gelukkig haar naam aangepast in Vereniging voor Daadkrachtige Studenten. Er is ook een stichting Studentenwelzijn. Ik heb ook heel goed en nauw contact met de structuren van de universiteit. PTC heeft het eerste project The Highway uitgetekend. Dus ook via straks de structuren van de scholen. En voor wat betreft de overige algemene aanwas, aanbieding, denk ik dat vanuit het ministerie van RGB, die de autoriteit is, de duidelijke instructies vanuit het overheidsbeleid, want het is meer zeg maar particulier initiatief, ondersteund wel vanuit DNA door mij, de voorzitter van DNA en het ministerie van RGB. Maar straks krijgen we natuurlijk ook de grotere aanwas van mogelijkheden, waarbij er vanuit het ministerie de nodige instructies zullen worden gegeven. En dit was het Nationaal Nieuws. Bezoek vooral ook onze website stvs.sr. Goedenavond.